Enkele Gelderse geitenhouders hebben meer geiten dan ze officieel mogen hebben. En de politiek weet er vanaf, maar doet er niets aan. Toen ik navraag deed bij het ministerie over hoe die gesprekken verlopen waren, toen bleek dat die gesprekken helemaal nooit gevoerd zijn. De eerste boeren die zijn aangehouden tijdens rellen eind juni stonden vandaag voor de rechter. En zwemmen in open water brengt risico's met zich mee. Daarom is er een campagne gestart die waarschuwt voor de gevaren. Maar elke verdrinking is eigenlijk één te veel. Goedenavond. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit weet al meer dan een jaar dat sommige Gelderse geitenhouders meer geiten houden dan ze mogen. Dat blijkt uit interne e-mails die Omroep Gelderland in handen heeft. En met die kennis heeft het ministerie vervolgens niets gedaan. Dat er verschillen bestaan tussen het aantal geiten die geregistreerd zijn in de systemen van het ministerie en de aantallen geiten zoals die door gemeenten zijn toegestaan, is sinds april van vorig jaar op het ministerie al duidelijk. Ambtenaren schrijven in e-mails over het belang van handhaven door omgevingsdiensten, omdat ze zien dat er een aantal veehouders zijn die meer dieren hebben dan vergund is. En ze vragen zich af of daar iets aan gedaan kan worden en of dat eventueel gemeld kan worden bij de autoriteiten. Ambtenaren hebben het erover dat er een gesprek moet komen met de Gelderse omgevingsdiensten en de provincie. Die zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Ze willen kijken of er wat aan gedaan kan worden. Toen ik navraag deed bij het ministerie over hoe die gesprekken verlopen waren, toen bleek dat die gesprekken helemaal nooit gevoerd zijn. De handhavers vragen al sinds 2019 aan het ministerie of ze informatie mogen ontvangen over het aantal geiten dat in Gelderland daadwerkelijk wordt gehouden. Het ministerie schrijft dus in de interne e-mails dat die informatie niet gedeeld mag worden, omdat het niet toegestaan is om die te gebruiken voor handhavingsdoeleinden. Zo ontstaat dus een situatie dat het ministerie weet hoeveel geiten een veehouder heeft, maar deze informatie niet mag delen met de handhavers. De provincie geeft aan dat om te handhaven ze bij de veehouder zelf opvragen hoeveel geiten die heeft, of dat ze fysiek handhaven. Ja, daarmee bedoelen ze geiten tellen. Dat er meer dan een jaar lang geen actie is ondernomen, komt volgens het ministerie omdat er andere prioriteiten waren en dat er de intentie is om deze zomer alsnog met de omgevingsdiensten in gesprek te gaan. Ja, ander nieuws over agrariërs dan. Vandaag stonden twee boeren die eind juni betrokken waren bij de rellen rond Stroe, Kootwijk en Kootwijkerbroek voor de snelrechter. De protesten tegen het stikstofbeleid liepen die dag uit de hand. En verschillende politieauto's en motoren werden vernield. En de verdachten die terecht stonden, twee broers van 17 en 19 jaar, zouden betrokken zijn geweest bij ongeregeldheden op de A1. En de rechter deed vandaag meteen uitspraak. De oudste van de twee broers werd veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke rijontzegging vanwege vernieling en bedreiging. De bedreiging had ermee te maken dat hij met een tractorcombinatie, dus een tractor met een grote kiepwagen eraan vast, op de A1 tot twee keer toe is gedraaid. En op het moment dat een politiebusje hem wilde passeren aan de achterkant, is hij ook nog achteruit gaan rijden. De aanrijding is voorkomen doordat de politie er goed omheen stuurde. Maar hij is wel veroordeeld voor de bedreiging, omdat het, zoals de politierechter zegt, zonder meer zeer bedreigend moet zijn als zo'n grote tractorcombinatie naar achteren inrijdt op een politiebus. De jongste van de twee broers kreeg een taakstraf van 40 uur. Toen een agent hem wilde arresteren, zette de 17-jarige jongen het busje waar hij in zat in de achteruit. En daardoor is die politieagent tegen zijn wil in een stuk mee naar achteren gesleurd. En voor dat feit wordt deze minderjarige verdachte inderdaad veroordeeld. Ja, toch ontmoedigt alle ophef rondom het boerenleven jongeren niet om het vak te leren. MBO-scholen in Gelderland zien namelijk een toename in het aantal aanmeldingen voor de opleiding veehouderij. En ook is er een hogere doorstroom richting het HBO. Volgens Hogeschool Ares in Wageningen willen jongeren waarschijnlijk een betere opleiding, omdat er tegenwoordig meer komt kijken bij het overnemen van het boerenbedrijf. Wat heel belangrijk is, denk ik, dat die studenten van ons handelingsperspectief krijgen. Dat ze weten op welke manier de overheid regels en dat soort zaken neerzet, zodat zij daarop kunnen anticiperen en zodat zij daarop kunnen ondernemen. Na het Gelders nieuws ziet u meer over de toekomst van het boerenleven in de laatste uitzending van Boerend Hart. Iets anders dan. Er komen tropische dagen aan en dan zorgt een frisse duik voor verkoeling. En Gelderland heeft veel open water, maar zwemmen in een plas of rivier is risicovol. En ieder jaar gaat het wel een paar keer mis. Daarom is er een campagne gestart om zwemmers bewust te maken van de gevaren. Oh, heerlijk. Echt genieten. Speeltuin. Zwemmen en de gevaren, ben je daar bewust van? Ik hou er altijd wel rekening mee. Maar of ik andere mensen in de gaten hou, eigenlijk niet echt.
De risico's van water, het wordt soms onderschat en daarom is er een campagne gestart. Veilig in en uit het water. Als iemand verdrinkt, dat zie je niet altijd. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is dat vaak een heel stil en geruisloos proces en verdwijnt iemand gewoon stil onder water. Verdrinking, komt het vaker voor? Gelukkig niet. Maar elke verdrinking is eigenlijk één te veel. Tip 1. Weet waar je gaat zwemmen en hoe het water is. Bijvoorbeeld hier op de Spiegelwal moet je uitkijken voor roeiboten. Daar, als het waait, zijn veel surfplanken. Dus je moet altijd weten waar je zwemt, wat de gevaren zijn en waar je op moet letten. Tip 2. Ga altijd op een aangewezen zwemlocatie zwemmen. Tip 3. Als je in een probleem komt, probeer zo snel mogelijk op je rug te gaan drijven. Tip 4. Als je iemand in het probleem ziet komen, duik niet achteraan, maar schakel eerst hulp in. Maar valt iemand water in de Waal, daar is stroming en dat kan voor jou net zo gevaarlijk zijn als voor degene die in het water ligt. 112 bellen is in ieder geval altijd veiliger. Dus zwem je alleen? Ja, nu bijvoorbeeld wel. Hoe voelt het? Lekker fris, lekker om mee op te staan. Tip 5, ga nooit alleen zwemmen. Ik zou het niet doen. Er is dan op het voordat je dan gemist wordt, kunnen uren voorbij zijn en is het echt te laat. Straks in de uitzending. Een Arnhemse animatiefilm heeft internationaal succes. In 15 andere landen gaat de film Knor draaien in de bioscoop. Onvoorstelbaar. Ja, ik had het nooit durven dromen. Een kraanwagen richtte vanmorgen een ravage aan in het busstation van Nijmegen. Het voertuig ramde de constructie met informatieborden boven de perrons. Er sneuvelden glasplaten en 4 bussen liepen schade op, maar er raakte niemand gewond. Het busstation is voorlopig afgesloten. De directeur van vervoersbedrijven Hermes durft nog niet te zeggen voor hoe lang. Wij hopen nu eigenlijk dat die ravage zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Want we hebben 4-daags over een paar dagen. En dan komen hier grote hoeveelheden passagiers weer. En dan hopen we er weer te kunnen zijn. Want er kan hier nu niemand de bus opstappen. Busmaatschappij Keolis krijgt van de provincie een boete van bijna 6 ton. De provincie gaf in januari het bedrijf opdracht om langdurige busproblemen op te lossen. En dat is nog steeds niet gebeurd en het geduld van de provincie is op. Daarom moet het bedrijf nu een boete betalen van €5.000 per bus die niet door de keuring is gekomen. En in Maurik wordt verbaasd gereageerd op de snelle aanleg van een wijkje voor zo'n 180 vluchtelingen. Er zijn chalets neergezet en het terrein is voorzien van riolering en bestrating. Meerdere inwoners van Maurik hadden zo'n wijkje ook wel gewild voor starters. Over 2 jaar moeten de vluchtelingen er weer uit. Daarna bekijkt de gemeente wat er met de huizen wordt gedaan. Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben bakkers en bierbrouwers te maken met torenhoge graanprijzen. Het Openluchtmuseum in Arnhem heeft daar minder last van. Want het brouwt in haar eigen brouwerij voor het eerst een duurzaam geteeld biertje met ingrediënten uit eigen streek. Bierbrouwen, dat hebben ze wel eens vaker gedaan in deze brouwerij. Maar nog nooit met alleen Gelderse producten. Het speciale aan het bier dat we nu aan het brouwen zijn, is dat het gebrouwen wordt met 3 granen. Die allemaal op agro-ecologische wijze lokaal verbouwd worden. Dat betekent zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Het graan komt onder meer van deze akker, van landgoed Lichtenbeek bij Oosterbeek. We staan hier tussen de zomergerst. De zomergerst waar het bier als basis de bier van is gemaakt, is gemouten in Winterswijk, ook Gelderland. En het is samengegaan met de Velus Kruiprogge en de Aalter Troshaven. Een 17e eeuws haven dat notabene in Aalter is ontwikkeld. De Stadsbrouwerij Wageningen, het Openluchtmuseum, alles klopt. Gelderser dan dit, denk ik niet dat je een product kan maken. Ik denk dat mensen het leuk vinden dat je een echt lokaal product koopt. Dus met lokaal geteeld graan. Ambachtelijker dan wat wij nu aan het doen zijn met elkaar, kan haast niet. Wat je hier ziet is eigenlijk het oorspronkelijke Veluwse cultuurlandschap. En dat proef je in het bier. Tevreden? Zeker, heel lekker. De Arnhemse animatiefilm Knor is een internationaal succes. 15 landen kochten de film. Die is gemaakt in een loods in Arnhem met de stop-motion techniek. En dat terwijl de film vandaag pas in Nederland te zien is. Jaren werk zit er in de eerste Nederlandse stop-motion speelfilm ooit. Kijk, nou ben je toch een liefkeurig varretje, zo netjes ben je. De film krijgt jubelende recensies en 15 landen kopen hem. Onvoorstelbaar. Ja, ik had het nooit durven dromen. Door de poppetjes steeds een beetje te verplaatsen en frame voor frame vast te leggen, ontstaat achter elkaar een vloeiende beweging en komen de poppen tot leven. Een ouderwetse methode. Ik denk dat dat de kracht ook is, de charme, dat je ziet hoe het gemaakt is. Dat je kan het bij wijze van spreken zelf ook bijna aanraken en dat maakt het heel speciaal.
De film over het meisje Babs en haar biggetje Knor is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van Tosca Menten. Het is echt fantastisch. Ik ben ontzettend trots op dat Marcia dit doet. En ik kom af en toe kijken en dan iedere keer valt mijn mond weer open. Herken je je boek erin? Jazeker, jazeker. De film is eigenlijk nog leuker dan het boek, helaas, moet ik zeggen. Ja. Terwijl die film vanavond in de bioscopen te zien is, wordt in deze studio dan gewerkt aan het verhaal dat eraan vooraf gaat. Het was eigenlijk voornamelijk omdat we hier met zo'n fantastisch team hebben gewerkt, bijna 2,5 jaar. En we allemaal nog niet afscheid van elkaar konden nemen. En dat team is vereerd dat zoveel landen de film uitbrengen. Fantastisch, dat is natuurlijk een beloning voor al dat harde werk. Ja. Krijgt u nog het weer? Het was vandaag een warme en zonnige dag. En vanavond is het nog lang zacht en rustig weer. Maar vannacht koelt het wel flink af, naar ongeveer 10 graden. Lokaal kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen is het minder warm dan vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt maximaal 24 graden. Ja, vrijdag is het opnieuw vrij zonnig en overdag is het dan een graad of 23. In het weekend wordt het geleidelijk weer warmer. En maandag misschien zelfs tropisch. Ja, dit was het Gelders Nieuws. Wilt u de aankomende tijd met het OV richting Utrecht? Hou dan rekening met vertragingen en omleidingen. Want vanaf morgen wordt er bij Geldermalsen aan het spoor gewerkt. Kijk voor meer informatie hierover op onze website gld.nl. Ik wens u een fijne avond.